Goedemorgen. Het is vandaag zondag en wij gaan kijken naar een knappe palominomerie. En ik ben benieuwd of het gaat worden. Ik heb net gekeken bij de blonde pony. En het was super leuk. Ze kon springen. Blondie is aangekomen en wij ook. Ik moest ook hier staan. Maar ze wordt heel gekeurd en ik vind het heel erg spannend dat ik wel wat goed gekeurd wordt. Naar mijn mening een positief advies voor aankoop. Moet ik deze nog voor jou? Alsjeblieft, dan mag je haar opruimen van de pony. Zo, wacht even pakken. Je moet wel netjes achterlaten. Ik vond het heel erg spannend, want ik wou haar heel graag en ik hoopte ook heel erg dat ze goedgekeurd zou worden. En dat is ze gelukkig ook. En nu staat ze hier. Dus nu krijgt ze een rondleiding over een meisje. En wie herkent het holster? Lekker snurken, voor alles aanhoren. Wat is Tess ineens weer klein, jongens? Tess is ineens weer een heel klein meisje. Ik denk dat je poep moet ruimen. Oh, nee, je moet poep ruimen, Tess. Kijk, opruimen. Ik ga. Elisa, hou jij de pony maar vast. Oh, Blondie moet mee poep scheppen. Moet ze leren. Ja, dat geloof ik. Ik laat Kim met het meetlint gewoon even Blondie meten. En dan kunnen we eventjes checken hoeveel ze ongeveer weegt. 351 kilo. Blondie is hier natuurlijk, sinds kort. En die komt van achter Zwolle vandaan. En hier in Rotterdam hebben wij nou niet eenmaal de beste luchtomgeving. Dus zoals bij al onze paarden gebeurd is, is Blondie nu ook aan het hoesten. Van Ecostar hebben we Long Vitaal gekregen. En ik ga Blondie Long Vitaal geven om te kijken of dat helpt bij het hoesten. Nou, ik ga vandaag met Bel rijden en dan gaat ondertussen mijn moeder met Blondie bij me stappen. En dat vind ik heel gezellig. En ik heb nu ongeveer 3 kwartier om dingen met Blondie te doen en dan ga ik wel opzadelen. Oké, dan maakt het dat leuk. Ik denk dat er heel stem een beetje op is. Zo, Tess heeft even Blondie gelongeerd, ging niet zo goed. Nee. Maar dat geeft niet. Blondie moet gewoon even aan alles wennen. Die vindt alles nog even spannend. Dat geeft niks, dat mag allemaal. Dag 1, Blondie op stal. Ze is gisteren gekomen. En wat heeft ze? Staart kapot gescheurd. Die ongelooflijk prachtig mooie staart. En gelijk jeuk. Dus ik ga er even ook oerbalans geven. Want dit wil ik natuurlijk helemaal niet. Want daar is die veel te mooi voor. Samen met Blondie even bij Tess aan het kijken. Kan ze ook deze bak eventjes leren kennen. Want alles is natuurlijk hartstikke nieuw. Tess is hier achter me. Daar. Oh, dat is mijn vinger. Daar dus nu inmiddels. Hey Tess.
Je krijgt die fantastische nieuwe pony, maar vergeet niet je pony te meten, want die deken die moet wel perfect liggen. En een deken die te groot is, die gaat vast liggen, die gaat scheef liggen, die gaat trekken. Dus meet even die knappe pony van je op. Ik heb het buurtklasmeetlint gehaald en ik ga nu eventjes voor Tess Blondie opmeten. Zodat we ook voor haar prachtige buurtklasdekens kunnen halen bij Jacob. Ja, helemaal zin in. Ja, kijk, we gaan even meten. Zo. En dan moet hij tot de bil, dus dan wordt het een iets hoger, Tess, op de schouder en dan halverwege de borst, ja. Hey dames. Hallo. Hallo. Hoi. Ik heb wat bij voor jullie, knap het blondie. Oh, leuk. Hey, dit zijn een paar dekens. Een zebra vliegendeken. De Recutex deken. Waarvoor is de Recutex? Dat is een therapiedeken, daar wordt Blondie helemaal soepel en ontspannen van. Cool. Een hele fijne regendeken. En als die voor op stal? Die kan ook voor op stal. En er zit een speciaal laagje in dat je nooit meer een zweetdeken nodig hebt. Heerlijk. En een vliegenmasker, wat de vervelende insecten. En die past dan weer mooi bij de zebradeken. Helemaal top. Zet je. Vrijdag is de tweede dag van Blondie dat ze bij ons is. Tadaa. Ik heb even een fiets-minispuitje voor haar gehaald. Het is natuurlijk hartstikke stressvol, al die gebeurtenissen die ze ondergaan heeft. Het reizen, lange reizen, de keuring en vervolgens hier staan. Helemaal weg uit haar oude omgeving, dus dat moet ze even wennen. En dit geeft ze gewoon wat extra hulp, weet je. Dus ook om de wintervacht los te laten, want ze hebben nog steeds wel heel veel wintervacht, ook al borstelen we veel. En daarna mag ze even lekker op de wei. De eerste keer op de wei, laten we los. Ga maar. Ik ben even alleen vandaag. Wil is nu aan het springen, tenminste je gaat zo springen. Kijk, het is goed, als je niks doet, mag ik alleen staan. Corona, die kan ik niet zomaar ergens bij zetten, die doet al vervelend. Hele belwind nu, sorry. Maar die doet al vervelend, dus die moet eerst Blondie leren kennen. En daarna kan ze pas samen. Ja, ze gaat dat. Dus nu eventjes alleen. Zal ik even kijken of het met Bel gaat. Dat is even lekker grazen. Nou, dat was het dus al. Ik ga even rennen ofzo. Nee hoor. Tot beweging. Nou, Blondie ziet dat Bel komt. Ik ga nu kijken wat ze gaan doen. Spannend. Wel een rot momentje. Natuurlijk zal het allemaal wel weer meevallen of niet. Maar ik vind het altijd heel vervelend zulke dingen. Omdat je niet weet hoe ze reageren. En ik eigenlijk Blondie niet goed genoeg ken. Nou, ze staan samen. Kijken wat ze doen. Bel is altijd gewoon braaf. Die heeft dorst. Die heeft natuurlijk net gesprongen. Even kijken. Ging goed met het belletje trouwens. Nou, die gaat even kijken. Hallo, ik ben Bel. Wie ben jij? En daarom kiezen we voor Bel. Bel is zo beleefd en zo aardig altijd. Dat is toch lekker, hè? Als je gesprongen hebt, dat je nog even in de wei kan en dan ook nog lekker kan rollen. Hoe fijn is dat? Heerlijk. Nou, Rick is er. Die gaat even kennis maken met de nieuwe pony. Rick die praat altijd alsof hij in de Efteling is. Alsof hij zo'n hollebolle gijs is. Blondie wil wel mee. Nou, Bel zegt ik kom ook. Toet toet. Toet toet. Kom maar.
Toet toet. Ja, kom maar aan, Tess. Nou, daar gaan ze. Nou, Blondie en Verona samen. Kijk hoe dat gaat. Ik hoop op het beste. Verona vindt er wat van. We doen er wat. Zo, pittig. Nou, oké. Gebeurt eigenlijk niet zoveel. Zo, laatste waar we mee moeten proberen. En dat is Henja. Dus die staat al op de wei. En Blondie mag er nu bij. Dus we gaan even kijken wat de dames samen verzinnen. Henja kijkt verstoord. Jij denkt ik ga eten. Niet doen, Tessa. Nou, vandaag is het zondagochtend en ik ga voor het eerst op Blondie rijden hier. En Blondie die heeft er al helemaal zin in, want ik had net thee vast en dat vindt ze heel interessant. Ik vind het spannend, maar ook echt heel erg leuk. Nou, het is zover jongens. Spitje in. Blondie zegt nee. Ja, zegt ze. Oké. Okay. Als het dan echt moet, dan doe ik het wel. Het zit wel met je gedaan. Nou, daar zijn ze hoor. Eerste keer in de bak. Nou, we gaan het meemaken. We hebben toch even body protector aangedaan. Voor de zekerheid. Het zou niet nodig, of niet nodig moeten zijn, maar je weet het nog nooit. Krukje erbij. Dan is het een stukje rood er ook. Dat is ook goed voor haar om daar even aan te wennen. Elisa is ook zo vroeg naar bed uitgekomen. Voor deze bijzondere gebeurtenis. Nou, dan gaan we. Ze zit, maar ik denk dat de beugels te lang zijn, of niet? Even de zadel checken, dus ze was al aan het lopen voordat ik kon filmen. Op de pony. Voor het eerst zonder vaag, zonder lijntje. Zonder alles eigenlijk. Ja, body protector. Nou, die heeft ze normaal ook al bij de andere ponies. Nou, Blondie moet nog eens wennen, maar volgens mij is zo het eerste idee wel aardig. Kunnen we even de deur dicht doen.
Nou, gelijk maar even naar buiten. Lijkt buiten ontspannender dan binnen. Alsof ze dit meer gewend is, fijner vindt. Blondie gereden, het ging super goed. Ik ben ook echt, nou, ik ben blij dat het zo goed ging. Want het zou ook kunnen zijn dat ze ineens heel wild deed, maar dat deed ze niet. Ze was hartstikke braaf. Ze zijn naar buiten gegaan en heb ik daar even gestapt. Toen ging het zo goed dat ik zelfs nog een sprongetje mocht maken. Daarna ben ik uitgestapt in de waterbak en het ging echt heel, heel, heel erg goed. Dus gaat vandaag voor de tweede keer rijden. Het is dinsdag. Nu ga ik gewoon rijden, maar wel rustig aan. Want met Bel heb ik een half uurtje gereden. Omdat het puur, omdat het gewoon heel erg warm is. Het is nu 30 graden. En dat is een beetje heel erg warm. Nou, ze zit erop buiten. Blondie heeft besloten dat ze daarvoor heel netjes moet lopen. Ik zei Blondie, ik zei niet Tessa. En vandaag hebben we een roze ensemble. Alles is licht roze en wat donker roze. Tessa zegt dat Blondie jonger is dan Tessa en daarom een licht roze ensemble heeft. En aangezien Tessa wat ouder is, heeft zij een donker roze ensemble. En dan in combinatie natuurlijk met een blauwe GPA-helm en een blauwe broek. Dat dus een zwarte laarsje. Nou, ik weet niet wat ze aan het doen zijn, maar ze zijn samen door de ringen aan het stappen. Misschien vindt Blondie het een beetje spannend, ik weet het eigenlijk niet. Het is wel goed voor de oefening dit. Ik weet niet wat het was, maar het moet eventjes jolig gedaan worden. Oh, nog een keer. Ja, het is vooral bezig om haar langzaam te laten rijden, lopen als zij dat wil. En dat doet ze eigenlijk alleen met haar zit. Zodat ze niet aan de teugels hoeft te zitten. Dat is niet makkelijk. Maar op een gegeven moment gaat ze wel begrijpen wat Tess bedoelt. Ja, ze gaat nu al best wel langzaam weer. Tenminste, langzaam is het verkeerde woord, maar netjes op tempo. Zo moeilijk, dat geeft niet. Nou, Stel zit al zonder beugels. Ze probeert nu vooral met haar benen te sturen en niet met haar teugels. Zodat ze wat meer naar de zit gaat luisteren en wat minder bezig is met wat er met haar hoofd gebeurt. Er meer ontspanning gaat komen. Gewoon alles chill. Ze is nog jong. Allebei zijn ze nog jong. Dat was moeilijk. Dat het enige wat moeilijk is. Ja, van galop naar draf, dat snap ik wel, ja. Ja. Nou, de eerste keer gelijk maar zonder zadel. Nou ja, niet de eerste keer, maar we hebben er nu 2 weken, 3 weken. 3 weken en 1 dag. 3 weken en 1 dag. Maar even zonder zadel proberen. Lekker uitstappen. Fijn voor de pony. Fijn voor Tess. Beetje werk aan vertrouwen. Zo, met Blondie aan de wandel. Even buiten om een keertje. Dat kan Tess niet zelf gelijk doen. Dat... Moeten we eerst even kijken hoe dat gaat. En die was op buitenrit met Bel. Het is mijn momentje om eventjes buitenom te gaan. Maar ze is echt braaf. De tandarts is geweest. Dus ik denk, nou, de statie is bijna over. Ik
zit ze even in de stapmolen. Voor Blondie is dat een mooi moment om de eerste keer te doen. Want dan is ze natuurlijk nog rustig van de statie. Nou is de statie nog even weer verkleden hoor. Dus ze vinden het toch nog wel spannend. Maar ik denk dat het zo minder spannend is dan dat ze gewoon zo in één keer erin had gemaakt. Eerste keer buiten. Gaat uiteraard ook goed. Ik versta er niks van. Wat? Eerste keer buiten met iemand erop, dat is waar. Ik ga er achteraan rennen. Nou, eerst kon ik achter Bel aan wandelen. Nu wandel ik achter Blondie aan. Moederleven verandert echt niet omdat er toevallig een andere pony komt. Wij keuren achter de ponies aan. Of je parkeert je pony gewoon even tussen de auto's, dat kan natuurlijk ook. Tess is geparkeerd. Ik zei dat ze even moest wachten. Ik was wel even vertellen wat ze van haar buitenritje vond. Nou, daar komt ze. Eén nou. Geparkeerd. Nou, ik ben dus op buitenrit geweest en het ging verrassend goed. Ze vond sommige dingetjes nog wel een beetje eng, maar dat was het. Het is donderdag vandaag en Blondie is niet zo heel blij geweest de vorige keer dat ze op de trailer moest. En graag willen we natuurlijk haar gewoon, ja, vervoeren. Dus vandaag gaan we eventjes met haar op een rustige manier oefenen. Zodat ze kan kijken dat het allemaal niet zo spannend is. En dat gaat Tess doen. Nou, ze is nu 2 weken niet in een trailer geweest. Dus we gaan even kijken wat ze doet. En ons vooral niet druk maken op deze zonnige dag. Laat er maar even ruiken, dat is prima. Even gewoon kijken. Daar is de hele pot. Die had ze al gezien. Maar zo kan ze de klep niet op, Tess. Dus dat is geen goed idee. Eerst maar gewoon op de klep gaan. Ik zou nog een keer. Ja. Keurig. Zo mooi. Nou, rustig. Ja, dit is netjes. Geef niet. Ja hoor, nog een snoep. Geef nog maar snoepie. Ze staat er al bijna in. Nou moet ze een stap zetten voordat ze een snoepje mag, hè? Ja. Ja, snoepje. Nee, geeft niks. Laat maar gaan. Nee, ze moet een stap zetten. Dan krijgt ze een snoepje. Ja, snoepje. Ah, boontje. En zometeen moet ze 1 stapje steeds achteruit doen. Dan krijgt ze ook een snoepje. Oké, okay, dit was het, jongens. Nou, ze is wel heel braaf, hè? Ze is ook helemaal happy nu. Ja, je bent een knappe pony. Ja, heb je goed gedaan. Goed. Nou, dan gaan we weer achteruit. Goedendag, zegt Blondie. Want als ik dan even wegloop om bijvoorbeeld hier iets weg te gooien, dan hoor je Blondie al hinneken van, hey, Basie, waar ga je heen? Doei. Doei. Het neusje zie je daar dan ook nog. Nou, ze is echt wel heel schattig. Even me. Hoi! Oh, nu is ze blij hoor. Zo, ik ga eventjes weg, want ik moet naar de wc toe. Maar ik hoop dat ze nu niet gaat hipken. Sorry, Blondie. Ik ga met Blondie in de springles. Ik ben erg zenuwachtig. Maar ja, het gaat vast wel goed komen. Nee jongens, dit is geen aflevering van Barbie in the Dream House. Kijk, daar hebben we nu nog meer bos. Och jezus. Oh. Ze heeft ook nog roze strikjes in. Ja, natuurlijk. Want dat is wat je doet als je gaat springen. Ja. Sorry Blondie, spijt me. Succes meis. We gaan even draven. Het is allemaal even iets rustiger gaan. Juist.
Ja, allereerst springles, dus ze moet nog veel leren. Komt wel goed, geloof ik. Ik heb met Blondie in de springles gezeten en dat ging erg goed. We zijn al best hoog gegaan en ik vond best wel een beetje spannend. Maar uiteindelijk is het toch gelukt. Ik ga vandaag in de springles. Ik ga alweer de derde keer, terwijl ik er nog maar 3 weken heb. Maar ja, zo leuk. Ik heb er zin in. Uit draf ga je over die groene, ga je de hoek in, dan ga je naar rechts, kom je over die rood-witte. Ja. Dan ga je weer naar links, kom je over die groene. Ga je naar rechts, net zo dat ik stop zeg, ja? Jij doet mooi, bijhouden, controle en blijf achterover zitten. Ja. En een klein beetje aandrukken met je been. Uit draf had ik gezegd. Nee. Les 1, leer luisteren. Blijf achterover zitten. Klein beetje kuit tegenaan. Uitstekend. Hoek in, hoek in. Stuur in het midden. Klein beetje been. Even terugnemen naar de draf. Oh. Zo, maak hem recht. Concentreer op je werk. Concentreer. Dat is goed. Hoek in, hoek in. Zitten, maak achterover, juist. Even opvangen, weer terug naar de draf. Oh, moet je opvangen. Oh, anders gaat hij te hard. Blijf zitten op je zadel. Juist, dat is goed. Hoek in, hoek in. Juist. Zo, handjes zo naast elkaar houden. Hartstikke. Klein beetje been ervoor er tegenaan, ja? Ze wisselt netjes. Huh? Ze wisselt netjes. Ja, hè? Juist, dit is goed. Oh. Juist. Even klaar. Hou mooi die controle. Dit is heel goed. Uitstekend. Nou, vandaag zijn we met Blondie op stap. En Vroon gaat achter Blondie gewoon aan. En Blondie doet het echt heel braaf. Helemaal zelf over de brug gegaan. En ze loopt als een echte baas buiten. Nou, beter wordt het allemaal niet, jongens. Fantastisch dit. Blondie heeft al kennis gemaakt met de eerste brug. We gaan nu de tweede brug. Nou ja. De derde, want bij de middenhof hebben we natuurlijk ook een brug. Dat is ik alweer vergeten. En ze vindt het spannend, maar dat geeft niet. Nou ja, Verona gaat natuurlijk nooit voorop, dat weten jullie. Maar we hebben besloten het gewoon proberen, lukt het niet, dan stappen we af. We maken er vandaag geen punt van. Kom maar Roon, kan jij het wel? Roon zegt nu. Kom maar. Ja, ga maar. Ik ga het even zelf rijden, jongens. Nou, we gaan toch lopen. Ik vind het te spannend. Blondie is zo groot dat ik Verona er niet langs kan rijden. Want die doet natuurlijk ook hartstikke moeilijk. Dus nou ja, doen we het gewoon even zo. Ook geen probleem. Waterlelies. Met mooie bloemen. Dat zie je denk ik niet. Zo, ik ben bij Blondie. En vandaag gaan we voor het eerst op buitenrit. Nou, niet als eerst op, voor het eerst op buitenrit, maar we gaan op buitenrit gaan we misschien stappen, zo, we gaan zo zeker weten stappen, maar misschien, Blondie, misschien gaan we draven of galopperen. Dus ik doe wel van mijn bloedprotector aan, want ik heb geen zin dat ik er rottig afval en dan ook rottige pijn heb. Oh, ze raakt dit aan, ze schrok niet van mij, gelukkig. Gelukkig maar, kan ik je nog een kusje geven? Yes, schrok niet van mij. Nou ja, ik ga maar even opzadelen. We zijn op buitenrit met Kim. Kim kijkt achterom. Kim die houdt niet zo van buitenritten. Dus dit kost haar 10 jaar van haar leven. Ze heeft wel gestapt de laatste tijd. Maar dat was het dan ook. Maar ze heeft net zeker 3 stappen gedraafd. Ja. Dus dat was wel een hele uitdaging. Ik ga het nu weer doen. Oh jee.
Kim heeft gedraafd. Alweer, dus de derde keer al. Dat komt omdat daarvoor loopt Blondie, daar. En die moet natuurlijk nog een hoop leren. Dus ik probeer kleine ritjes doen we nu. Niet te lang, niet te veel. Dat ze niet alle indrukken in één keer krijgt. Daar is een tractor, dus dat is spannend. Daar moet ze aan wennen. Ze loopt ook nog voorop. Dus dat was ook spannend, maar knap dat ze het doet. En jij vindt best. En Verona, ja, maar dat weten we. Dat gaat de laatste tijd wel heel prima. Ze is wel een brave bossie aan het worden. Alleen vindt ze echt geen goed idee, maar zo met z'n allen vindt ze het wel oké. Ze ziet ze even om achteraan te shocken. Ja, ze moet wel bij iemand in zijn kont kunnen zitten met haar neus. Zeker in draf en galop. Dat mag bij Heja wel heel goed. Ja. Nou ja, Spirit vindt dat dus niet goed. Die gaat dan bokken. Oh. Dus dat is niet zo fijn. Dat is minder. Dus we zijn nu Blondie aan het trainen dat Verona ook bij haar in de staart kan zitten. Heja en Verona zijn besties. Absoluut. Dus Verona die loopt er nu zelfs naast. Nou, Blondie doet het eigenlijk ook prima op dit moment. Hoewel ze het wel echt spannend vindt, want ze is echt wel druk. Ze gaat wel. Ze gaat wel, dus dat is sowieso knap van die pony. Nou, we zijn het spoor over. Kim is het spoor over. Blondie en Verona. Kim moest er dit keer voor afstappen. Dus nou ja, ik kan niet afstappen. Ik ben te ver van de grond. Dan kom ik er niet op. Dus ik heb altijd een excuus. Blondie vindt dat ze voorop moet lopen. Die bijt Verona zelfs als ze denkt van ik haal je in. Dus dat is wat minder, maar goed. Henja vindt dat iedereen te hard loopt. Ja, dat is wel waar. Dat vindt Henja wel. Dat is wel goed voor je, Henja. Zo, bewijsmateriaal. Kim is aan het draven. Oh, we gaan dan weer stappen. We gingen draven. We hebben gedraafd. Nu zijn we aan het stappen. Maar we hebben nu bewijs. Kim heeft gedraafd. Zo, het is heel erg warm. Maar het is zaterdagavond. En we gaan samen met Blondie en Bella... gaan we naar het strand toe. Met de boer on summer tour. Yay. En mijn hond is ook mee. Dus ik ben benieuwd hoe Blondie het op het strand gaat doen. Morgen hebben we een fotoshoot op het strand. En Blondie is natuurlijk nog nooit op het strand geweest. Dus hadden we bedacht dat we dat vandaag gingen oefenen. Foute beslissing. Want zoals jullie kunnen zien is het echt stervensdruk. Ondanks dat we nu op het strand mogen. En hebben we onwijs problemen gehad met parkeren. Maar goed, het is toch gelukt. Met dank aan Altwin. En we gaan nu eventjes kijken hoe ze op het strand zijn. We zijn met Bel. En Blondie. Blondie vindt het spannend. Ja, is goed voor haar. Kan ze gelijk al die auto's zien. Is het erg warm. Ja goed, dat snap ik ook wel. En Bel die interesseert zich natuurlijk helemaal nergens voor. Want zo is Bel. Gelijk kijken hoe Blondie op auto's reageert. Drukke boel. Nou, hartstikke druk op het strand. Nogmaals, hadden we beter in kunnen schatten. Blondie vindt het wel spannend. Maar ze luistert goed, dus dat is super. En Bel trekt zich er natuurlijk niks van aan. Tessa, ga maar naar het water. Daar is Blondie. Ik heb nu bij de hond gepakt. Ja, anders kan ik niet filmen. Ja. Ik heb mijn schoenen nat. Hè? Ja, ik sta tegen het licht in te filmen anders. Zo, de eerste maand met Blondie zit erop. En
deze maand ging verrassend goed. We zijn echt al meer een team geworden. Ze hinnik naar me als ik aankom. Zoals ik Blondie roep, dan hoor ik mee. Dat is dan wel heel erg schattig. Ze luistert goed naar me. We zijn niet echt vooruit gaan met rijden, maar we hebben wel gereden. Ik ben super blij hoe het deze maand is gegaan. Op naar de volgende maand.